In de werf in Woudrichem werden de beoogd gemeentegriffier Hans Peet en beoogd gemeentesecretaris Annette van der Werf voorgesteld aan de pers. Beiden zijn sinds maart en februari in dienst. Ze zijn druk met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Altena. We hebben in aanloop natuurlijk ook een beoogd gemeentesecretaris nodig en een beoogd griffier. De huidige gemeenten hebben nu nog een gemeentesecretaris en hebben nu nog een griffier. Maar op het moment dat dat 1 januari een feit is, zijn die mensen niet meer in functie als zodanig. Maar is de griffier en de gemeentesecretaris is dan formeel ook inzet. Het is wel een hele bijzondere functie om beoogd gemeentesecretaris van zo'n nieuwe gemeente te zijn. En ja, wat is daar eigenlijk zo bijzonder aan? Er zijn, kijk, enerzijds heel veel dingen die gaan gewoon doorlopen. Dat is ook de bedoeling. Dat zou helemaal niet goed zijn als dat niet zo was. En tegelijkertijd, omdat je van 3 organisaties 1 gaat maken, zijn er heel veel grotere en kleinere dingen waar keuzes in gemaakt moeten worden, waar besluiten over genomen moeten worden. Nou, en daar mag ik allemaal wat van vinden. En dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Voor het eerst in, ik denk zo'n 16, 17 jaar dat ik beoogd griffier ben en niet de griffier. Ik hoop dat vanaf 1 januari 2019 dan wel te zijn. En ja, wel een mooie uitdaging en mooi dat ik dat ook kan doen op een plek en in een gebied waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ik ben geboren en getogen in het land van Neus en Altena. Daarna gaan studeren, uitgevlogen en wat ik aangaf, de laatste 16 jaar als griffier werkzaam geweest. Eerst in de gemeente Voorst, ongeveer de omvang van Werkendam. En de laatste 6 jaar in Deventer. En ik merk nu al dat de ervaring in een 100.000 plus gemeente mij erg goed van pas komt in het, datgene waar we nu mee bezig zijn. Ja, vandaag is het officiële moment. Hè. Dan heeft de Tweede Kamer ja gezegd tegen de herindeling. Het is toch even een momentje, hè, om mee te nemen. Dat betekent dat de Tweede Kamer dan ja zegt. Dat is een hamerslag geweest. En dat komt nu binnenkort nog naar de Eerste Kamer. En dat is de formele wet op basis waarvan je kan zeggen, nou, nu is het ook echt geen weg meer terug. De nieuwe gemeente Altena, 1 januari 2019, staat er ook. Dus dat is het officiële tintje van vandaag ook even. En ja, samen met de beoogde gemeentesecretaris, de beoogde griffier, wordt er nu volop gebouwd natuurlijk aan zo'n organisatie. Mensen moeten allemaal een plekje krijgen. De harmonisatie van heel veel regelingen, 500 regelingen die in elkaar geschoven moeten worden, is natuurlijk een hele klus. Dat gaat de komende maanden elke keer met hapjes zeg maar naar de raad toe. En de raad kan er dan ook een beslissing op nemen. De drie colleges die weer gaan elke 2 weken allemaal met elkaar vergaderen om ook zoveel mogelijk de zaken op elkaar af te stemmen. De voorbereiding naar het gemeentehuis toe. Dus we zitten nog 7-8 maanden voor 1 januari, maar er gaat de zomermaanden al vanaf. Die laatste maand van december is ook weg. Dan heb je eigenlijk nog maar een klein halfjaartje. En dat gaat supersnel, dus we hebben nog best flink de handen vol om er nog heel veel dingen te doen. Waar liggen volgens u de grootste kansen richting 1 gemeente Altena? Vooral de krachten bundelen. Het is een gebied wat, er wordt veel gepraat over de verschillen, maar ik zie ook heel veel overeenkomsten. Het gebied op de kaart zetten, de schaalsprong maken en met elkaar de nuchterheid die ik in het gebied ook aantref, dat nog veel meer uitnutten. De kansen liggen er denk ik volop en worden ook op dit moment al genomen. Waar ik zie dat politieke partijen al elkaar weten te vinden en op die manier ook al met kwaliteitsverbetering bezig zijn met elkaar. He, dus het is niet meer ik ben van Woudrichem, ik ben van Werkendam of van Aalburg. Nee, wij zijn samen de CDA-fractie of de SGP-fractie. Dus dat gebeurt al. En ik denk dat we met elkaar gewoon door de schaalsprong een kwaliteitsslag gaan maken. Er ligt natuurlijk ook een enorme valkuil. He, dat we ons als gemeenteraad en de griffie is daar vaak heel goed in dat te ondersteunen, gaan opsluiten in het nieuwe gemeentehuis in Almkerk. Dat moeten we niet gaan doen. Ik denk dat de gemeenteraad, behalve verstandige besluiten nemen in die nieuwe raadzaal straks, dat ze vooral ook in de 21 kernen zich moeten laten zien. En niet alleen maar om daar een borreltje te drinken, maar ook om daar echt iets bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Hoe gaan de komende maanden er voor u uitzien? Nou, de komende maanden gaan wel spannend worden, want er moet heel veel gebeuren. We zijn natuurlijk bezig met de werkwijze van de nieuwe gemeenteraad. En dat gaat aan de ene kant om hoe gaan we vergaderen.
gaan we straks ook één Altena-avond hebben waarop alles gebeurt? Of gaan we, zoals bijvoorbeeld nu in Werkendam gebeurt, nog met commissies werken waarop verschillende avonden wordt vergaderd? Gaan we een vaste avond in de week hebben of varieert dat ook? Nou, daar moeten allemaal keuzes in gemaakt worden. Er moet één ICT-systeem voor de nieuwe gemeenteraad komen. Daar moeten keuzes in gemaakt worden. We moeten in Almkerk een raadzaal in gaan richten. Daar moet een camerasysteem in komen enzovoort. Er moet aanbesteed worden. Dus valt van alles te gebeuren. En voor mij persoonlijk is het natuurlijk heel leuk. De raad wordt ondersteund door een griffie. Nu zijn dat in alle drie de gemeenten hele kleine griffies. Een griffier met één medewerker. Er komt straks wel een professioneel team te staan van vijf mensen waar ik de griffier ben. En we gaan dat team bouwen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat de komende maanden ook vorm te geven.